herinner me mijn moeder als ongelooflijk knuffelig. Ik kwam altijd op de rand van je bed zitten, nog even een verhaaltje vertellen, nog even door je haren strijken. Ook 's ochtends al beschuitje, koesteren. En dat is altijd zo gebleven. Mijn moeder is het totale ABC van hoe een moeder hoort te zijn. Lief. 6 jaar geleden krijgen Frank en zijn moeder Erika te horen dat zij de ziekte van Alzheimer heeft. Een bericht dat hard aankomt. Ik weet dat ik me echt de pletter schrok van het besef, zij heeft Alzheimer. Omdat je in het scala van vrede ziektes Alzheimer op 1 hebt staan. Vanwege de onbereikbaarheid van iemand. Ik ben een man van het woord, ik ben een journalist, ik tik, ik lul. Maar ik kan met het woord niet meer bij mijn moeder. Wij komen nu in het stadium dat mijn moeder aan de ene kant nog weet wie ik ben. Maar het kan ook zijn dat ik voor haar sta en met een pannetje soep of zo. En dat ze echt even niet meer weet of ik haar broer Wim, haar broer Joop, haar man John, haar eerste man Jan of de buurman ben. Ja, dat vind ik ongelooflijk pijnlijk. Ik denk een van de moeilijkste aspecten van Alzheimer is dat er geen troost is. Omdat het contact met die ander eigenlijk is verbroken. Die moeder, die vader, en is onbereikbaar geworden. En voelt alleen maar, ik ben weg, ik ben in de war, oh god. Dat is heel erg verdrietig, dat je er niet bij kan. Je kan niet bij je moeder. Dus je ziet dat ze lijdt en je kunt het op geen enkele manier verlichten. Zo, mam, hier woon je. Hè? Hier woon je. Oh, die woon ik, ja. Ja. Houdt het? Ja. Moeder Erika zakt steeds verder weg in haar eigen wereld. Frank vindt het verlies van het contact heel moeilijk en probeert van alles om haar te bereiken. Muziek is nog een van de weinige manieren om tot zijn moeder door te dringen. Muziek is oer. Muziek zit zo diep in dat brein dat het allerlangst bewaard blijft. Of je nou 100 keer Alzheimer hebt of niet. In Den Haag de woontegraaf zal blijven. Maar ik zal vervluchtigen in de geest van mijn moeder. Suzanne heeft dat ook heel erg in zich. Voor haar is dat heilig en dat zit helemaal versleuteld in haar lichaam en in haar brein. Suzanne van Herman van Veen is zijn moeders favoriete nummer en staat symbool voor hoe liefde alles kan doorstaan. Dus nu zij zo ziek is, draai ik dat regelmatig voor haar. Ik weet dat haar curieus genoeg toch opmontert. En in dat kleine kamertje van haar in het huis in haar hoofddorp dansen we daar dan samen op. Als ik naar die cd-speler loop, dan gaat zij eigenlijk al klaarstaan. Zo met één arm vooruit om mij ten dans te vragen eigenlijk. En dan begint dat zo met z'n tweeën heel nabij. Alles maakt, duizend schepen, alles maakt. Dus daar staan we dan in dat kamertje, heel erg samen te zijn. En te koesteren wat voor ons ongelooflijk belangrijk is, dat we van elkaar houden. Dan is er ook heus wel een traan, maar dat is meer een traan van warmte dan een traan van verlies, van opgave. Het is toch gewoon de nabijheid. En het voelt soms wel gek, het lichaam van je moeder tegen je aan, alsof je met een geliefde aan het dansen bent. Terwijl er tussen zoons en moeders normaal gesproken altijd wel wat afstand is. Maar wij gaan echt in elkaar op. Ik had ook nooit gedacht dat zou gebeuren. Het is heel fijn. Je kan jou geen liefde geven. Jij mij wel hoor. Er komt natuurlijk een moment dat wij niet meer kunnen dansen, omdat zij gewoon bedlegerig zal worden. Dan kan ik het liedje nog draaien, dan kunnen we elkaars hand vasthouden en het mee zingen. Dan komt een moment dat ze niet meer kan zingen, dan kan ze het misschien neurien. Dan komt een moment dat ze niet meer kan neurien, maar het nog wel kan horen. En zo gaat die teloorgang verder en verder, tot alles oplost in de mist van het niks. Dan is het weg. Maar tot dat moment zullen wij Suzanne van Herman van Veen blijven draaien.